Grote delen van Paramaribo en de overige districten lagen blank na de hevige regenval van de afgelopen 24 uren. Wij namen een kijkje in enkele buurten en kregen ook beelden uit verschillende resorten aangeboden. Op sommige plaatsen is het water de woningen binnengedrongen. In een interview op 27 april gaf Sukarni Salons, hoofd van de meteorologische dienst, aan dat er dit jaar veel meer neerslag zal zijn. De regen, er is niks aan de hand. We zitten in de grote regentijd en we naderen. Het is eigenlijk zijn we nagenoeg bijna midden van de grote regentijd. Nee, misschien moet ik het niet zo zeggen. De grote regentijd start midden april en dat zal dan duren tot midden augustus. En we naderen mei. Mei staat wel bekend dat het een van de natste maanden is van het jaar. Dus dat betekent dat de meeste neerslagen in de maand mei worden genoteerd. Dus nu ervaren wij die hier als overtollig neerslag. Maar voor dit weerpatroon, voor deze grote regentijd, is dit een normaal weerpatroon. Dat we dan wat meer neerslag gaan krijgen. En als het nagenoeg aantal dagen achter elkaar regent, dan is de grond verzadigd. Dat betekent het water dat er niet makkelijk weg kan gaan. Behalve dat, als er ook hoogwaterstanden zijn in de rivieren, dan kan het water ook niet snel afgevoerd worden. Met als gevolg dat er wat wateroverlast vordert. De grote regentijd duurt van eind april tot midden augustus. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft eerder aangegeven dat het ontwateringsbeleid de afgelopen jaren niet degelijk is aangepakt. Volgens de weerberichten is er morgen weer onweer te verwachten.